Meneer, kunt u alsjeblieft vertellen hoe u alle badges hebt kunnen halen? Nou, luister. Vandaag door al mijn legendarische Pokémon's. Mijn Charizard, mijn Snorlax, mijn Champ, mijn Skiter, mijn Aerodactyl en natuurlijk mijn Gyarados. Maar, het zal nooit gelukt zijn zonder hun. Het is goed gegaan. Sorry, ik heb een beetje last van mijn keel. Ja. Dat was een drukke dag. Ik moest veel lopen. Maar, het kwam gewoon allemaal door hun. Oh, we zijn alleen zijn Pokémon's. Oh shit. Oh, dat was mijn droom. Oh, ik wacht vandaag. Oh hey Golduck. Kom je mee een Pokémon kaart kiezen? Laatste dag. Mam, mag ik een Pokémon uitkiezen? Ja hoor, schat. Het goed voor je Golduck voor zorgt. Zet hem maar in slot 16. Dan kan ik hem straks weer ophalen. Oké. Hoe gaat het met de Psyduck, man? Goed hoor, schat. Even bij ze kijken. Goed. Mam? Ja? Heb je de Legendary Gyarados al gezien? Zeg dat hij je spant. Dat is de Legendary Magikarp. Een gouden Magikarp. Nee, die heb ik niet gezien. Maar doe je, schat. Doei, mam. Zuik. Het gaat wat sneller, snap je? Mijn reeps. Die stond precies gebroken ons altijd, hè? Hé, hey, Arthur. Oké, Psyduck. Misschien vinden jullie het wel leuk. Ik hoop het. Oké, maar welke moet ik kiezen? Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorito, Cyndaquil, Totodile, Treecko, Torchwick, Mudkip, Turtwick, Chimchar, Pupilip, of Snivy, Tepic en Oshawott. Ik ga toch voor Tepic. Oh shit, ze zei slot 16. Hé, hey, er zit trouwens een brief voor je in de kist. Welke kist? Deze kist? Ja, Brian. Oké, dan ga ik die even lezen. Ja, hier is het. Uitleg Pokémon. Oké. Hey Brian, vandaag is de dag dat je je Pokémon mag kiezen. Ja, inderdaad. Je mag er één kiezen, heb ik al gedaan. Maar alle spullen in de chest mag ik gebruiken. Veel succes. Dank u wel, professor. Hoe gooi je een Pokéball? Stap 1. Gooi hem. Dat is logisch. Stap 2. Wacht tot hij 3 keer beweegt. Stap 3. Je hebt hem. Goed zo. Heb je niet gegooid? Nog een Pokéball. Oké. Hoe gebruik je een Pokédex? Richt op de Pokémon en het staat in je Pokédex. Oh. Dus hier heb ik dit allemaal. En een Pokédex ook. Als ik dit doe. Een Pokédex. Hey. Wow. Het is zeker de Pokédex van mijn moeder. Ja. Daarom was mijn moeder zomaar de Pokédex kwijt. De Gyarados. De mijn moeder is trouwens eerst op reis gegaan. Toen kregen ze kind. Haar vader heb ik eigenlijk nooit gekend. Heeft mijn moeder Empoleon gezien? Snijf het hebben op een show. Maar geen Pokémon staan laten we het zien. Wat? Mijn moeder heeft Charizard gezien. What the fuck? En een Machamp. Trots op mijn moeder. Kom, tap ik. Oké, maar ik heb dus dit. Oh, oh shit. Dat is een netbal, quickball, greatball en 10 pokeballs. Hey, oh. Fuck. Dat was dus het ding dat ik hoorde. Dat ding dingetje. Fuck. Pokeballs kunnen dus kapot gaan als je te veel gooit. Gelukkig krijg je alles terug wat je nodig hebt. Hey, wat wil jij ruilen? Een ziel voor een sloop. Sorry man, ik heb geen ziel. Ik kan misschien even vangen, jongens. What the fuck is dat? Een Fero? Holy fuck. Die wil ik vangen. Fero.
een Oddish. Oh, ik richtte daar niet goed op. Hallo. Oddish. Ah, daar is hij. Wow. Ziet er hier heel groot uit. Goldeen. Oh, dat vind ik zo mooi. Fucking moeder. No way. Never are you decked to in a Snorlax. Holy fuck, gast. Goldeen. Goldeen. What the fuck? Not the card. Oh, zo zien heeft moeder allemaal weer in de pokeball gedaan. Sorry, wacht even, ik wil je scannen. Moeder heeft nog nooit Pokédex op haar eigen Psyduck gebruikt. En ik heb mijn vader dus nooit gekend. Oké. Okay. Nou maar. Oké, mam. Go Tepic! Oké, mam. Dan gaan we niet weg. Oké. Holy fuck. Oké, doe rustig blijven. Hé, hey, gaat Clint. Alles goed? Natuurlijk. Praat niet zoveel. Om je stem te besparen, anders kost het weer geld om naar de top te gaan. Holy shit, gast. Oh fuck, ik was vergeten. Ik ga vechten. Go up! Go Tepic! Amber. Het is soort zien is het effectief. Of is Tepic sterker? Ja, Amber. Oh shit. Waar is die ergens? Ah, oh, fuck. Ik kon hem misschien vangen, gast. Daar. Ah, oh, shit. Al zijn leven terug. Oh, fuck. Die krijg je nooit te vangen, gast. Zag ik dat goed? Fuck. Ach, hier heb ik ooit gedroomd om hier ooit te staan. Hier staan alleen de beroemde mensen. Fuck. Daar wil ik zo graag op staan, man. Oké. Dit was mijn korte uitleg. Like hem dan even meer, dat blijft cool. De volgende aflevering. Met mijn camera, mijn GoPro op mijn hoofd gedaan. Ja. Best chill, hè, jongens. Ik kan hem nu niet zien, want hij zit in mijn hoed verstopt. Maar de volgende aflevering ga ik met Pokémon stemmen. Ik ga nu even met Tepic healen. Mijn moeder heeft gewoon fucking met Champ gescand. Hey Arthur. Hallo, man. Oké. Like dan wanneer tegen wie praat je? Oh, tegen mijn fans via mijn GoPro. Kijk, zie je die op mijn hoed? Nee, dat komt ook of verborgen is. Goed gedaan. Maar, kijk, gewoon like deze video als je het leuk vond.